onze planeet zijn er heel veel verschillende deuren. Glazen deuren, houten deuren, autodeuren, schuifdeuren, noem maar op. In deze video spelen wij verstoppertje tussen afgewerkte en onafgewerkte deuren. En geloof mij, er zijn er heel veel. Reageer hoeveel deuren er bij jou thuis zijn. En nu is het tijd voor verstoppertje. Let's go! Welkom bij onze nieuwe video. Mijn naam is Michiel. Mijn naam is Leen. Mijn naam is Bram. Mijn naam is Ize. Mijn naam is Laura. Mijn naam is Jasper. Het wordt beter, Jasper. En vandaag wordt een superleuke video, want we staan in een winkel die gesloten is. Ja. En Jasper kent deze winkel van binnen en van buiten. En ik heb één belangrijke vraag voor Jasper. Jasper, hoeveel deuren zijn hier ongeveer? Ja, nee, ik denk... Ja. 150, 200? Okay. Nee, dat is veel, hè. Maar nee, wel met alles haalbaar. Ja, oké, ja, 150. Okay. Heel veel deuren dus, en vandaag spelen we verstoppertje tussen al die deuren. We hebben niet alleen de toonzaal, maar ook het atelier. En ik ga even tonen hoe groot dat is. Dat is niet normaal. Dit is het atelier wanneer je boven staat. Wow. En daar is nog eens zo'n grote ruimte, als je daar doorstapt. Ik ga tellen tot 100 in het toilet. Ik wens jullie veel succes. Oké, we zijn vertrokken, Doei. Wacht, ik ga mee. Hey, veel succes, hè. Michiel is naar het toilet, beginnen tellen tot 100 en iedereen is naar het atelier. En ik ga gewoon hier blijven in de toonzaal. Bram moet mij even helpen. Ik ga Jasper even helpen. Waar ga je? Ik ga gewoon hinter gaan en ik ga die ladder. Kom, doe gaan snel. We gewoon wegzetten. We hebben maar 100 seconden. Allee, allee. Kijk gewoon hoeveel deuren er hier zijn. Wauw, en je zou denken, ah, één deur? Nee. Het zijn er twee. En als je door die deur bent, zijn er nog meer deuren. En als je door die deur bent, nog een deur. En nog meer deuren. En als je dan door die deur gaat, dan zijn er nog meer deuren. Er zijn hier ook geheime deuren, by the way. Kijk. Oh, wauw. Stel je voor dat iemand hier zou zitten. Voor mij is het natuurlijk heel klein, maar ik denk wel... Laura bijvoorbeeld... Wauw, dat zij hier net inpast. Dat zou wel epic zijn. Ja. Onze tactiek is elkaar in toon houden. Ja. Als je een van de twee vindt, dan ga je niet nog verder kijken of er nog iemand zit. Want we naar de camionetten gaan. Ja. Oké. Okay. Oh, Michiel loopt daar nog. Kijk, daar is die nog. Wanneer gaat hij naar het toilet? Ik stop het toilet en ik ga beginnen tellen tot 100. 100! 99! 98! Ik hoor Michiel tellen. Nu moet ik echt verder doen. Bram, hij zet die ladder weg. Ja. Oké. Okay. Allee. Bram, hij nu de ladder wegzetten. En ik kan gewoon van hier Michiel filmen. Succes, Jasper! Doei! Oké. 50! 49! Is het te lang? 50? Ik heb een mooie plek gevonden. Hallo, vrienden! Nee. Doei! Ik ga... Maar toch niet helemaal hier. Ik ben op mijn plek geraakt. Kijk gewoon waar ik zit. Ik kan dus kijken als hij vandaar komt. En ik kan dus kijken als hij vandaar komt. Hier is ook een ruimte waar ik heen kan. Een kast. Misschien kan ik in de kast. Kan die kast open of niet? Ik ben echt benieuwd waar de rest hun haver stopt eigenlijk. Ik denk sowieso iemand in de kabinet of zo. Oh, hier pas ik echt niet in. Ah! Ik heb nog geen plaats. Ik hoor gewoon Michiel aftellen. Ik denk dat ik daar ga zitten. Daar. Tussen kruipen. Hier vindt hij mij nooit. Ik ga mij hier verstoppen. Dus ik ga mij hier zetten. Of ik heb nog een beter idee. We gaan proberen om op de camion te liggen. We liggen op de camion. Nee! Ik kom er aan en check mijn outfit van Monaco. Ik ben er heel fier op.
Ik ga mij eens omkleden in 3, 2, 1. Ik wil profvoetballer worden. We stoppen met YouTube. Met YouTube moet je alles zelf doen. Ik ben nog niet verstopt. Ik ga snel achter deze kast. Oh my god. Ik sta wel in het toilet. Dat is een voordeel. Niemand zit hier. En nu ga ik vertrekken. Zou ik iemand zien? Nee. Wauw. Heel veel deuren. Het kan toch echt niet dat ik al iemand vind binnen de 10 seconden. Er staan hier wel een aantal deuren open, maar hier niemand. Natuurlijk kan er altijd iemand achter die deuren hier zitten. Daar ook niemand. Boe. Nee. Dit was zo close. Mijn view. Daar is de deur dat hij eventueel kan uitkomen. Hier kan ik hem zien. En daar is er ook een deur waar hij kan uitkomen. Oké, ik heb zo'n goede plek. Echt gewoon in. En ja, ik weet niet wat dat hier is. Een stelling. Achter mij kan hij niks vinden. Juist daar zou hij mij kunnen zien. Maar dan kan ik mij verstoppen. En nu hopen dat hij mij niet vindt. Het enige dat ik hoop, is dat hier geen spinnen zitten. Want ik ben echt super bang voor spinnen. Daar op het dak zie ik ook niemand. Hier ook niet. Misschien daarachter kan wel. Hierachter! Boe! Nee. Esther, ja, daar was hij. Esther, ik hoor hem. Ik hoor Michiel dus echt heel de tijd. Nu kan ik ook iets luider praten. Want hij is echt heel ver weg. Volgens mij is hij nu naar het atelier. En ik denk dat daar iedereen zit. Dus nu zit ik hier wel goed. Zou iedereen in het atelier zitten, vraag ik mij dan af. Hallo! Zit er iemand? Durft iemand iets te zeggen? Hier in de keuken zie ik ook niemand. Maar hierachter moeten we misschien de mensen laten schrikken straks. Dat is wel een goed idee. Ik denk dat ik de toonzaal grondig genoeg doorzocht heb. Nu is het tijd om ze eens wakker te maken. Durft iemand iets te zeggen? Wauw. Misschien nu wel. Auw. Ik hoor auw. Ik denk dat Michiel ergens tegengelopen is. Maar ik ga eens recht staan. Oh, veel beter voor mijn knieën. En voor de mensen die dus niet zo goed weten waar ik zit. Ik sta in de toonzaal en kijk. Je hebt hier zo twee kasten vol tegels. Dus ik sta eigenlijk achter die kasten. Hier zo. En zo kan niemand mij zien. Dit wordt moeilijker dan ik dacht. We gaan eens naar boven. Nu kan ik kijken van bovenaf. Maar ik zie nergens beweging. Wow. Zou er echt niemand in de toonzaal zitten? Moeilijk, moeilijk, moeilijk. Hij zit in het andere stuk. Hij is weg. Michiel heeft gewoon daar op deze trap opgelopen. En ik zat hier gewoon. Hier zat ik. Bram! Waar zit jij? Ik weet echt niet waar ik zit, tussen dozen en al. En jij? Op de camion. Drop? Maar jong. Ik hoorde net Bram en Lisa roepen. Ik heb het onderschat. Daar is het derde magazijn. Ik ben nu nog maar in het tweede magazijn. En ze kunnen ook gewoon zo makkelijk verplaatsen. Achter elke plank, in elke hoek. Jasper zit sowieso in zo'n buis. Ik zie het zo al gebeuren. Ofwel daarboven. Jasper, gezien! Ik zit hier. Je kunt mij niet zien. Je gaat mij nooit vinden. Ik ga gewoon chill. Daar terug. Op mijn plaatje zitten. Dit is het veiligste dat ik kan doen.
Ik hoor trouwens nog niemand. Dus volgens mij is er nog niemand gevonden, denk ik. Oh, er is een spin. Daar heb ik een vriend. Wie denken jullie dat er eerst zal gevonden worden? Reageer het in de comments. Ik denk Celine. Hup. Ik hoor Michiel. Oh my god, ik hoor Michiel. Hij is in de ruimte. We zijn in het derde magazijn. Ik heb de eerste twee magazijnen half en half doorzocht. Hier zijn wel ook trappen naar boven. Oh, ik dacht echt dat ik iemand zag. Hier is er ook niemand, denk ik. Hallo? Hallo? Ik ben benieuwd wie er als eerste gaat gevonden worden. Wie weet ik. Maar ik denk iemand van hen. Volgens mij is hij echt ver weg. Misschien moet ik even een dansje doen in het midden van de toonzaal. Ik heb zoveel vertrouwen gekregen. Eerst hieruit geraken. Lukt. Kijk, ik sta dus hier gewoon achter. Hier zat ik dus. Maar nu heb ik zoveel vertrouwen dat ik hier gewoon in het midden van de toonzaal loop. Tijd voor een dansje. Michiel! Wat? Er kwam geluid vandaar. Ik denk dat Laura daar zit. Waar hij nu is. Oh, hij staat daar. Zie hem. Daar. Oh my god. Hij is echt dicht. Ik ben opnieuw in het tweede magazijn. Ik heb iemand horen roepen, by the way. Die klonk heel ver hier vandaan. Mijn vreugdedansje. Kijk, ik sta hier gewoon en er is hier niemand. Ik denk dat ik beweging zie. Hier achter, maar hier ben ik geweest daarnet. Maar heb ik niet echt goed gezocht en daar zie ik iemand! Zo! Ik wist niet dat je langs daar kon stoppen. De eerste! Oh nee, echt de eerste! Ja, kom er maar uit, kom er maar uit. Goed gedaan. Oké, dat is goed gedaan, dat is goed gedaan. En ik heb nog iemand gezien. Plots komt iedereen tevoorschijn. Dit is echt crazy. Maar er zit iemand op deze camion. Maar hoe is hij daarop geraakt? Bram zit sowieso daar ergens boven. Hé, hey, Bram! Jawel, ik heb hem gezien. Oh my god, Bram is daar. Bram is daar op. Het is gedaan. Ize, heb je hem gezien? Ja, ik heb hem gezien. Ik heb hem gezien. Het is gedaan, mijn Bram. Het is gedaan. Daar is hij dus. Oh. Oké. Okay. Oh, je bent ook fel. Daar is hij. 3, 2, 1. Ik denk dat er hier niemand meer zit. Tenzij... Ja, jullie zijn wel echt aan het kijken. Ja, oké. Ja, duidelijk. We gaan naar de andere ruimte. Kom. Oké, dus. Ize en Bram zijn al gevonden. Maar... Jasper en Celine denk ik nog niet. Het is heel gevaarlijk voor mij nu. Wow. Ik ga terug op mijn plaats. Ja. Misschien heb ik wel nog één plan. Daarnet, toen Michiel net begonnen was, hoorde ik hem vertellen dat sommige deuren open stonden. Dus ik ga denk ik alle deuren sluiten en dan kijken of hij het zal doorhebben. Let's go.
Ik heb een vermoeden, ik hoor dat het vandaar komt, dat Jasper gewoon daarboven zit. Kan dat? Jasper zit hier, want die deur... Nu snap ik het, ik ben mee. Ik snap het, die deur was dicht daarnet. Dus, volgens mij is er hier een trap naar boven, ofwel stond Jasper hierop en is hij daarop gekropen. Maar op die klink. Ja, I know, maar ik op heb... Op die klink, op die deur daarop. Oh, ja. Kan, hè? Ik heb het mysterie ontrafeld. Kom maar, onvoorzichtig. Er is nog iemand gevonden. Ik denk dat Jasper is gevonden. Als ik het goed heb gehoord, zijn enkel nog ik en Céline over. De vraag is enkel, hoe gaan ze hierop geraken? Nee, chale. Michiel, er staat daar een ladder, man. Ja. Ik heb hier ook staan. Kom aan, wat ga je doen? De deur beweegt, hè? Bram is hier met hulp. Hupla. Ja. Hier, mooi. Pak vast, hè. Wacht, ik denk... Kan je nog vluchten? Ik sta dus hier op een ladder. Waar zijn Bram en Ize? Daar zijn ze. En Jasper zit achter dozen. Daar zit hij. Ik zit hier nu. Helemaal naar boven geklommen. En Jasper, die heeft zichzelf overgegeven. Heb je hulp gehad, Jasper? Voor erop te klimmen. Ja. Ik heb hulp. Oh. Bram moet mij even helpen. Ik ga Jasper even helpen. Maar hier ben ik al geweest daarnet. Hier ben ik daarnet al geweest. Ben je langs achter geweest? Nee, niet. Maar Bram, ik kan hier niet staan, hè, man. Wacht, ik ga voor u kijken. Ja, maar ja, ik vertrouw je niet, hè, Bram. Hoezo? Ja, als je weet waar ze zit, kan je haar helpen. Nee, maar ik weet niet waar ze zit. Begin de knop. Laura, als ze hier achter... Oh, wajo! Wow, ik zag je schoenen! Ik zie je schoenen! What? Wow, oké, dit is wel de hekste. Ik had het al opgegeven, hè. Ik heb een tip gekregen dat Céline in de toonzaal zit. Ze kan echt al verplaatst zijn ondertussen. Ik hoor Michiel. Daar heb ik al gekeken allemaal daarnet. Ah, nee, die kast nog niet. Oh, damn. Oh ja, oké, ik heb misschien niet zo goed gezocht daarnet. Ik denk dat ik overal gezocht heb, maar zit ze hier achter? Oh, of was dat Jasper mijn deur? Oh nee, ja. What? Ik had het niet gezien, hè? What? Proficiat, goed gedaan. Hopelijk vonden jullie het leuk. Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik ben helemaal kapot en wij zien jullie gewoon in de volgende video. Peace.